attention, please, for a game change. 7:30 in the night. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. We zijn aangekomen. We hadden net wel even probleempjes met zeg maar, die paspoortding. Ze moesten mijn paspoort controleren. Ik kon niet door die poortje gaan, dus ik moest het via een officer doen. Maar we zijn, voor de mensen die het niet weten, ik ben samen met Nasnas in Londen. En voor Londen heb je pound nodig en geen euro. Dus we zijn hier bij een pinautomaat. Hopen dat mijn ABN AMRO pas gewoon werkt, ja. Hier komt ie, hoor. Niet schreeuwen, broer. Ik spend op die mensen. Ik kan niks horen. Die mannetje gaat weer komen. Je mag niet filmen. Gewoon, hè? We gaan gehouden worden. Met niet filmen, boys. Mensen kijken me al raar aan. Laat me die ding uit. Oké, mensen, luister. We hebben net de PCR-test gedaan. Als het goed is, is het gewoon gelukt. En we zijn nu onderweg met de koffers richting de taxi. En met de taxi gaan we eindelijk naar ons hotel. En dan laat ik jullie de kamer zien. De taxis hier zo zijn wel wat anders. Maar, waar is Nas? Oh, hij staat daar helemaal nog. In ieder geval, we gaan nu de taxi even checken. En we gaan de taxi in richting ons hotel. Als het goed is, zijn we er binnen 40 minuten. Als er geen lange vertraging is, man. Fly up town, I'm feeling down. I wanna do retail, baby. Ja, man, we zitten erin. We gaan onderweg naar het hotel. Ik heb zin, ouwe. Ik ben benieuwd of het hotel ook net zo mooi is als de foto's die ik zeg maar... We hebben hem zeg maar online geboekt. We hebben best wel wat betaald, dus ik hoop ook dat we zeg maar een mooi hotel krijgen. 5 sterren, man. Wat een mooi hotel. Ja, we hebben mooi geïnvesteerd, man. 5 sterren. 5 sterren hotel, ja, 5 sterren. Suck my soul, I lost my breath, she got me breathing heavy. Toxic relationship, my queen, but me and the tea got chemistry. Hey mensen, we zijn aangekomen bij het hotel. En kijk alleen al deze lift. Wacht, we moeten even naar floor 4. Daar is onze kamer namelijk. Het is wel een mooi hotel, man. Even kijken. Dit is de gang van het hotel. Oh, 403 is meteen hier, bro. Ik vind dat hout en zo wel mooi, ouwe. Ja. Oké, we gaan een roomtour doen, ouwe. Daar gaan we dan. Roomtour. Oh, sorry. Oeh, het is best wel donker in de kamer. Misschien is dit de lamp. Niet schreeuwen, joh. Waarom mag ik niet schreeuwen? Ik ben blij. Mag ik niet gelukkig zijn? Oh, we hebben een tv erbij. Heerlijk. We kunnen hier zo nonchalant gaan werken. Oké. Ik kon niks horen. En dan komen de bedden. Oh. Hebben we een uitzicht? Ja. Oh, we hebben één Nas. We hebben uitzicht op London Eye. Zeg ik zo. Kom kijken. Kijk deze baksteen. Wauw. Ja, man. Wat een uitzicht, ouwe. Ik word wel geflasht met die uitzicht. We zien gewoon muur. Geen stress. We kunnen hier ook gaan bellen als we willen. We hebben een lampje hier zo, die we daar zo kunnen bedienen. Kijk hier, we kunnen ze hier zo gewoon gaan bedienen. Ja man, ik voel het. Die bed voel ik ook, lekker dik. Wacht, misschien kan ik aan jullie kijkers laten zien hoe ik nu een bed ga testen. Wacht. Oh, hij is zacht, bro. Ik zweer het, ik voel me een vlogger, man. Volgens mij ben ik nu eigenlijk ook een vlogger. Ik ga jullie ook meteen even de badkamer laten zien. Kom met me mee. Woehoe! Kijk, ik vind het echt mooi. Handdoeken erbij. Kijk die wastafel. Dit is mooi, ouwe. We hebben nog geltjes erbij gekregen. Jawel, en hoe werkt dit? Holland Med werkt. Nas, onze kraan doet het niet. Oh, hij doet het. Oh, we hebben hier een spiegel. Hey, vaak een spiegel. Hey, dit is mijn camera, man, mensen. Oh, we hebben een wc, man. Zal ik de wc open doen voor jullie? Ik ga de wc open doen voor jullie. Het zou wel mooi zijn als je een troll zag. Ja man, genoeg toiletpapier, prullenbakje. Oeh, die douche. Ik wil niks en niemand horen, man. Niks en niemand. We hebben zo'n regendouche, man. Dit is alleen voor rijke mensen, man. We hebben zo'n normale douchekopje hier zo. Oh, we hebben zo'n... Hey, dit is een mooie badkamer voor misschien later. Jawel. Hey mensen, ik zit in ieder geval in de lift. Ik moet even wat fixen, 2 seconden. Ik heb net eten besteld. Ik ga het eten halen. We hebben bij McDonald's besteld Uber Eats. Volgens mij staat die vrouw nu beneden en ik ga het eten nu ophalen, man. Is het voor jullie, hè? Ja, hij had het food. Ik ben een deur. Ja, right. One. Thank you. Thank you. Have a nice day. Ik heb het eten, man. We hebben gewoon 2 McDonald's zakken, man. Oké, mensen, luister. We hebben blijkbaar ook in het hotel een plek waar we kunnen gaan zwemmen, et cetera. Maar we zijn bang dat er zeg maar iemand aan het zwemmen is en dat we die per ongeluk gaan filmen. Dus jullie gaan langzaam mee. Deur gaat open. Oh, hij gaat niet open. De deur gaat open. Oh, hij is open. Kom. Oh, dit? Het is warm. Ik heb wel zin in zwemmen, man.
maar ik heb geen zwembroek. Ik wil wel gaan zwemmen. In ieder geval mensen, dit is dus het zwembad van ons hotel. Waarschijnlijk hoor je nu heel veel echo, et cetera. Maar ja, dit is het zwembad. Ik zweer, ik heb zin. Misschien zo meteen. Oké, we hebben gekeken bij het zwembad, alleen we gaan niet zwemmen. Weet je wat we gaan doen, Nas? Waar? Wij gaan naar Oxford Street, we gaan even vanaf het hotel, we pakken even een taxi naar het centrum. En we gaan een zwembroek halen, want ik wil zwemmen. En dan gaan we morgen pas serieus shoppen, man. Ik heb morgen wel zin om gewoon heel de stad door te gaan, alle winkels langs te gaan, elke winkel in te gaan, alles te doen wat mogelijk is in Londen. Maar nu even snel naar de H&M of naar een Zara of iets, even snel een zwembroek halen. En dan gaan we weer terug naar het hotel, want het is al avond, we hebben al veel meegemaakt vandaag. Deze Nas heeft net nog geslapen. Ja man, dat is letterlijk de dag, man. Can you bring us to Oxford Street and to the H&M? Do you know that? The the clothes store. Yes, thank you. How long will the ride take? I'd say probably from here 20 minutes. 20 minutes. All right. We zijn de taxi uit en nu moeten we even een H&M vinden of een Zara waar we even een zwembroek kunnen vinden, man. Die taxis zijn wel mooi en de stad is ook echt mooi. Dit zijn alle winkels. En kijk die bussen zijn al helemaal dicht. Ik vind de stad wel echt mooi, man. Oké, we liepen dus de H&M binnen, maar de H&M was dicht. Dus wat we hebben gedaan is, we zijn de JD ingegaan en we hebben het gevonden wat we moesten hebben. We hebben deze zwembroek gehaald. Je kan nu wel zeggen van chatmo, roze en zo, dat is niet mooi. Maar ja, we hadden gewoon een zwembroek nodig om te gaan zwemmen. En we gaan zwemmen, want we hebben een zwembroek. We hebben het gevonden en we gaan nu even een taxi zoeken en we gaan terug naar het hotel, man. Sir, can we get the drive? Hotel London Hilton. Ja? Ja man, dan gaan we terug naar het hotel. We hebben alles. De taxi gaat vertrekken. Ja, we hebben wel een mooie taxi gehad. Hij lijkt een beetje op Mr. Bean. Maar we hebben al onze spullen gehad. We zijn net voor het hotel neergezet. En ik denk dat we zo meteen gaan zwemmen, man. Chadlo heeft gewoon een badjas aan. Ik heb nog wel een shirt eronder, die doe ik zo meteen uit. Alleen ik heb wel een probleempje. Ze hebben mij zeg maar slippers gegeven. Alleen die slippers zijn zeg maar maatje, hola maatje, 32 of zo. Maar geen stress. Ik heb niet mijn eigen slippers meegenomen, dus ik moet het er maar mee doen. Oh ja, en dus mijn roze zwembroek. Ik weet niet of je hem zo goed kan zien. Ja, hij is wel sexy, man. We gaan nu zwemmen, alleen ik heb wel een klein probleempje. Ik heb heel lang niet meer gezwommen. Ik weet volgens mij niet meer hoe ik moet zwemmen, of ik kan zwemmen en hoe het eraan toe gaat. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Ik hoop dat ik niet ga verdrinken. Dat betekent dat we nu in dit bad gaan zwemmen. Oh Nas, ik durf eigenlijk niet. Ik durf eigenlijk niet te zwemmen, maar ik ga het wel doen. Ga jij mij filmen? Ja. Kijk mensen. Hey, die echo is vervelend, dat ten eerste. Ik ben dun, dat is eenmaal wat het is. Nas, ik ga proberen vooruit te zwemmen, ja? Kom even hier staan, Nas. Ik heb wel een probleem. Als het daar diep is, dan ben ik gevaar. Hey, ik ga het verdrinken, denk ik. Ik leer het, Nas. Ik leer het. Ja. Ik ga naar voren. Zal ik kopje onder gaan? Ga. Nooit meer. Dat was ook de laatste keer dat Ahmed Rashid ging zwemmen. De neus! Dit is niet goed, ouwe. Hallo? Hey guys, you can see. Waar ben je? Sta je daar? Een Somaliën guy in de neus. Oh, daar ben je. Dit is niet goed, ik ga nooit meer kopje onder. Ik ga niet meer kopje onder, man, dat weet ik wel. Maar het is leuk, man. Leg die camera weg, ik ga genieten van Here we see a Somalian guy for the first time swimming. These are one of the rare species in Somalia. Maar luister, niet op je gezicht net als net, hè? Okay, ja. Gewoon op je kont landen. Oh. Ja. Juist, hè? Ik lijk ook aan een spastische kikker aan, hoor. Ik ga niet meer achteruit. Wacht, ik kan het. Nee, maar mislukt nou. Laat me een verhaal vertellen aan jullie. Luister, ik heb mijn zwemdiploma A en ik heb mijn zwemdiploma B en ik kan gewoon bijna niet meer zwemmen. Ja, maar je hebt Somalisch vers, niet Nederlands vers. Nee, ik heb hem in Nederland gehaald. Nee, kan niet. Nee, ik zeg het, ik heb hem echt in Nederland gehaald. Nee, dat bestaat niet. Ik was jong bro, ik was 12 of 11 of zo, man. Zwemdiploma A en B, hè? Gewoon examen gehaald. Plus, ik kon nog in de gat zwemmen en zo, in het gat. Ken je die? Dat is leuk, hè?
Maar nu in de gatsland, man. Dat is niet zo leuk, hè? Want hoe lang moet ik nu onder water blijven? Want ik kan 10. Begin met 10. 10 seconden? Ja. No, man. Jawel. 103 seconden lukt mij niet. 10. Probeer 10. 3 seconden lukt mij. Uiterste best. Het gaat je lukken. Maar wat als ik geen adem krijg? Wil je me dood hebben? Neus dicht. 10 seconden. 10 seconden kan wel. Ga je me dood hebben? 10 seconden kan je niet doodgaan. Probeer. Dan komt nu een timer zeker in beeld. Ja, 3, 2, 1, go. Ik hou van jullie allemaal. Nee. Je mag je mijn oren ook dicht doen? Of is dat slecht? Je mag zelf weten wat je dicht doet. Maar is dat gevaarlijk, oren dicht doen? Ga onder water, broer, met je vader. 1, 2. Man, haal 2 seconden. Bro, kijk. Het is iets. Bro, je bent 2 seconden onder water geweest. 2. Heet ik nas dat ik 10 seconden onder water kan blijven? Ik moet nog oefenen, het is een beetje eng. Mensen blijven 2 minuten, hè? Wacht. Ik heb een idee. Opnieuw. Poging 2. 3, 2, 1. Nee, dat durf niet. 5, oké, 5 seconden. 5 seconden moet lukken. Zo moet je hoofd naar beneden. Je hoeft niet met je lichaam. 1, 2, hij gaat 3 halen. 3, ja, hij heeft 3 gehaald. Laat zitten, laat zitten. Was dat 5 seconden? Dat was 3 seconden. Echt? Ja, man. 1, 2. Dit is niet goed! Mijn oren zijn dicht, alles is dicht. Bel ambulance. Bel ambulance. Wat is die nummer dan? 99 man. Het is Amerika. Oh, in Engeland is 114 of zo. 114? Of is dat Duitsland? Misschien 112. In ieder geval, we leven nog, man. Lekker gezongen? Ja, man. Ja, ik ook, man. Laten we teruggaan naar het hotel.